positieve impact maken op de maatschappij? Dat vraagt om een integrale samenwerking met al je stakeholders. Je collega's, zakelijke partners, leveranciers, misschien zelfs je buren. Belangrijk dus om te investeren in die stakeholders. Niet alleen omdat je meer wilt dan groeien in financiële zin, maar ook omdat jouw bijdrage aan de groei en bloei van een ander van waarde is. Nu en in de toekomst. Dat noemen we medemenselijk ondernemen. In aflevering 1 van deze tweedelige podcast special over het onderwerp spreken we met Madelon Engelen van firma Twist en met Marjolein Groen van Adlon. Je komt erachter wat het gedachtegoed nu precies inhoudt en wat je er in de praktijk van je eigen bedrijf mee kunt. Mijn naam is Michel Verkas. Hartelijk welkom, lieve luisteraars, bij aflevering 1 van deze podcast special over medemenselijk ondernemen. Ik heb tegenover mij twee gasten zitten. Aan mijn rechterhand zit Madelon Engelen. Hartelijk welkom, Madelon. Dankjewel, Michel. En aan mijn linkerhand zit Marjolein van Adlon. Marjolein Groen van Adlon. Hartelijk welkom. Hoi, Michel. Dankjewel. Laat ik beginnen bij jou, Madelon. Actualiteit. Ik gooi er maar gelijk vol erin. Er gebeurt een hoop in het nieuws. Welke actuele nieuwsgebeurtenis had wel wat medemenselijke ondernemen kunnen gebruiken volgens jou? Nou, dat is een goede vraag, Michel, want ik zou eigenlijk willen zeggen wat niet. Er gebeurt inderdaad heel veel in de wereld, er is heel veel polarisatie. Mensen zijn echt contact met elkaar echt wel verloren op heel veel plekken. Er is heel veel onbegrip, er is heel veel onzekerheid. En ik denk dat medemenselijkheid daarin een hele mooie rol zou kunnen spelen om mensen weer wat dichter bij elkaar te brengen. Omdat dat in de kern gaat over naar elkaar luisteren en daar ook echt dat horen wat mensen zeggen. Mm-hmm. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen dat de hele samenleving wat meer medemenselijkheid zou kunnen gebruiken. Ja, precies. Dus we gaan proberen dat in deze podcast ook gelijk in de praktijk te brengen door een beetje naar elkaar te luisteren. Jij werkt zelf bij firma Twist. Kun je eens uitleggen wat firma Twist is en wat jouw rol daarin is? En dan vooral ook wat jouw betrokkenheid vanuit die rol is bij medemenselijk ondernemen? Ja, natuurlijk. Nee, ik ben oprichter van firma Twist. Wij bestaan nu 4 jaar. Wij zijn een bureau voor maatschappelijke verandering. Dan denk je misschien, dat klinkt leuk, maar wat doe je dan? Dat betekent dat wij werken aan allerlei maatschappelijke vraagstukken. Met name in het sociaal domein. Dus het gaat altijd over mensen. Hoe kunnen mensen veranderen? Wat is er nodig in de samenleving? Dan heb ik het over een inclusieve arbeidsmarkt. Maar ook het onderwijs, gezondheidszorg. Eigenlijk al dat soort thema's werken wij aan. En dan kijken we met de mensen met wie we dat doen, wat moet er gebeuren, aan welke knoppen kunnen we draaien om ook in het systeem iets te veranderen. Dus het zijn vaak grotere vraagstukken waar je ook wel de tijd voor moet nemen om daaraan te werken. Dus dat is wat we doen. En daarbij kijken we ook naar communicatie, het belangrijk aspect daarin. Dus hoe neem je mensen mee in een verandering? Dat is vaak heel moeilijk natuurlijk voor mensen. Maar ook onderzoek. Dus waarom zit iets vast? Waarom lukt iets niet? Waarom praten mensen niet met elkaar? En wie heeft daar ook last van? Want dat is natuurlijk ook belangrijke vraag is, wat is de urgentie van een probleem eigenlijk? Dus dat doen wij voor allerlei partijen. Mm-hmm. En in datzelfde kader zijn wij gevraagd door de Goldsmeding Foundation, die dit hele project wat over medemenselijk ondernemen gaat, die dat ook steunen. Die hebben ons gevraagd, kunnen jullie met ons nadenken over een programma om het gedachtegoed van medemenselijk ondernemen, waar Harry Hummels heel veel onderzoek naar heeft gedaan, om dat naar de praktijk te brengen. Want ja, we geloven dat daar heel veel mooie haakjes en raakvlakken zitten die we in het bedrijfsleven heel goed zouden kunnen gebruiken om verder te groeien en te bloeien, maar wel vanuit een breder perspectief en ook voor brede welvaart uiteindelijk. Ja, dus dus jullie hebben dat die opdracht gekregen van de Goldsmeding Foundation. Je noemt al even Harry Hummels, komen we zo nog wel even wat verder op. Het is een gedachtegoed. Over dat gedachtegoed gesproken. Dat gedachtegoed heeft inmiddels ook een plekje gekregen bij Adlon. En dan schakel ik even naar de linkerkant van de tafel, naar Marjolein. Jij werkt als Social Sustainability Lead bij Adlon. Misschien moet je eerst dat eens even uitleggen. Sowieso voor de mensen die Adlon niet kennen. Misschien heb je een kort verhaal over wat Adlon precies doet. En wat jouw rol daarin is. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben Marjolein en we werken bij Adlon al geruime tijd aan duurzaamheid. En voorheen noemden we dat CSR, Corporate Social Responsibility. En inmiddels voelden we dat we daar een andere benaming aan moesten geven. En merkten we dat de term ESG beter paste binnen dit werkveld. En ik ben verantwoordelijk voor de S binnen dat werkveld, de social pillar. En het staat voor Environment, Social en Governance.
En ik ben in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de thema's zoals inclusiviteit, diversiteit, verkeersveiligheid, vitaliteit, maar ook stakeholder management. Ja, en Athlon? Even voor de luisteraar. Ja, Athlon is een mobiliteitsprovider. En wij zijn een leasemaatschappij dus. En we hebben inmiddels meer dan 100.000 auto's op de weg rijden. Ja, nou, vrij makkelijk uit te leggen, ja. kan ik me voorstellen. Waar ben jij concreet mee bezig in een week? Nou, waar ik vooral mee bezig ben is het uitzetten van praktische roadmaps op het gebied van al die thema's die ik zojuist noemde. Buy-in, maar ook het stimuleren, motiveren van onze leiders en onze medewerkers op al die thema's. Ja, precies. En dus actief stakeholder management van al onze partners. Ja, precies. Dus het is zowel intern als extern gericht. Ja. Ja. Hoe kijk jij, wat zijn je associaties bij het thema medemenselijk ondernemen? Hoe komt dat nu al terug in jouw baan bijvoorbeeld? Ja, nou kijk, als je kijkt naar medemenselijk ondernemen, dan is dat wat ik net al vertelde. Hè, als we kijken naar het hele ESG-thema en dat ik verantwoordelijk ben voor die S-pillar, valt medemenselijk ondernemen onder die social pillar. Ja. Wat je ziet is dat we al een aantal jaren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Alleen we zien wel, maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets wat je voor jezelf doet als organisatie en is een soort van tick in the box. Medemenselijk ondernemen gaat veel verder dan dat. En gaat veel meer naar de stakeholders en naar het gedachtegoed voor het belang van de ander. Ja. Dat je daar oprecht naar luistert en rekening mee houdt. Ja, dus het is minder een tik in de box en meer een soort mindset die je jezelf aanneemt in je werk. Kan ik dat zo samenvatten? Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, het heeft er vooral mee te maken dat je hebt... het gaat niet alleen maar om de financiële belangen, maar ook om uiteindelijk de milieudoelstellingen, de sociale doelstelling en je maatschappelijk verantwoorde doelstellingen die je nastreeft. En daarin is het van belang dat je juist rekening houdt met welke waarde kun je creëren voor jouw stakeholder. Hmm. Ja, nou, lijkt mij een mooi bruggetje. Waarde creëren voor stakeholders. Volgens mij is dat redelijk kern van het onderwerp. Ik ga even terug naar Madelon. Want ik kan me ook voorstellen, kijk, als luisteraar denk je, hey, medemenselijk ondernemen, laat ik eens naar deze podcast van NVO Nederland gaan luisteren. Kun jij om te beginnen nou eens schetsen voor die luisteraar wat medemenselijk ondernemen eigenlijk is? Ja, natuurlijk kan ik dat. het is, als je het zo hoort, klinkt het misschien wat vaag. En daar kan ik me van alles bij voorstellen, want als je kijkt naar de definitie, zoals ook Harry Hummels hem heeft geformuleerd, gaat het over het commitment aan het welzijn en de bloei van alle stakeholders die bij je organisatie betrokken zijn. Nou, ja, dat is een hele mond. Dat is vrij groot. Dat is vrij groot. En het is ook vrij groot. En ik hoorde jou net zeggen, het is een mindset, dat is het voor een deel. Maar het is vooral een organisatievraagstuk. Dus het gaat om... niet om wat je doet, hè, zoals Marjolein zei, de tik in de box. Het gaat om hoe je de dingen doet. Ja. Dus het is een manier om bijvoorbeeld invulling te geven aan je diversiteitsvraagstukken. Of het is een manier om te zorgen dat je HR-beleid zo is georganiseerd dat mensen bij je willen blijven werken, omdat je nou eenmaal naar ze luistert. Dus wij zeggen ook vaak, het is dus niet een vraag wat je doet. Het gaat om hoe je dingen doet. Mm-hmm. Het gaat om hoe je het gedachtegoed van luisteren naar je stakeholders, dat je dat verankert in je bedrijfsprocessen. Nou, dat is natuurlijk... niet van vandaag op morgen en ook echt niet zo makkelijk. Dus we zijn ook met een heleboel partijen bezig om heel concreet daar handelingsperspectieven op te ontwikkelen. Ja. Hoe je bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomsten daarop aan kunt passen, maar ook hoe je in dialoog kunt gaan met je internationale keten in samenwerking met de SER. Er is nu ook een project dat gaat over hoe je op een medemenselijke manier kunt incasseren. Dus dat ook het incassoproces menselijker wordt. Dus eigenlijk gaat het om, ja, ik zou bijna willen zeggen, we moeten terug naar de kern. En veel meer gewoon luisteren naar elkaar. En het betekent dus niet dat je altijd de ander gelijk hoeft te geven. Hè? Je kunt nog steeds zeggen, ik heb je gehoord, maar ik ga toch naar links. Terwijl jij zei, we moeten naar rechts. Mm-hmm. Dat is part of the deal. Maar het gaat erom dat je erover na hebt gedacht. Dat je het in je organisatie hebt verweven. Mm-hmm. En dat je daar ook op die manier naar handelt. Dus het gaat over dat je ook uitspreekt wat je daarvoor doet. Dat je daar transparant in bent. Dat je deelt wat de uitkomsten zijn. En de voorzichtige, moet ik erbij zeggen, voorzichtige onderzoeksresultaten laten ook zien dat als je op een medemenselijke manier je bedrijf organiseert, dat ook echt winst oplevert. Niet zozeer voor al je medewerkers die super blij en betrokken zijn, maar dat is maar een heel klein deel van de medaille. Het gaat ook letterlijk over winst. Dus je kunt echt groeien. Daarom heet het de praktijkgids die geschreven is door Harry Hummels, heet ook anders groeien. Want het gaat nog steeds over groeien, maar op een andere manier dan we al heel veel jaren gewend zijn. Ja, anders groeien. Ja, dat is goed. Dat is een boek. Daar is het allemaal mee begonnen, volgens mij. Ja. Harry Hummels, een wetenschapper die dit heeft bedacht. Kun je daar iets over uit? Heb je een idee, waar komt dat dan vandaan? Waarom heeft hij dat gedaan?
Nou, dat zou ik niet zo voor hem durven beantwoorden. Dat zouden we aan hem zelf moeten vragen. Ik weet wel dat hij jaren onderzoek heeft gedaan naar de mens eigenlijk als motor van de samenleving. Dus hoe kunnen we veel meer naar mensen kijken in plaats van naar human resources, naar echt de mensen zien en dat niet als kapitaal beschouwen, maar als een waarde die dat toevoegt op een andere manier. Dus hij heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan, zowel intern bij organisaties. Hij heeft er honderden geïnterviewd. En dat komt vanuit het originele gedachtegoed was nog agape. Wat natuurlijk een ander woord is voor liefde. En daarvan hebben wij vrij snel gezegd, dat zou heel mooi zijn als we dat de boardrooms in kunnen brengen. Maar dan zien ze ons aankomen. Dus we hebben dat uiteindelijk omgevormd naar medemenselijk ondernemen. We noemen het ook wel humanizing business of dus anders groeien. Dat mag allemaal. Maar uiteindelijk gaat het over, ja, in de kern over liefde voor je medemens. Alleen is dat meteen heel, heel zacht, terwijl het ook een harde kant heeft. Namelijk gewoon je organiseren, zoals Marjolein ook zegt. En daar, Wat spreekt jou zo aan, jou persoonlijk, in dit thema? Nou, wat ik er mooi aan vind, is dat wat wij ook heel vaak in ons werk zien, wij noemen dat de jaarverslagvinkjes. Dus er zijn een heleboel mensen, bedrijven, organisaties die best wel graag iets goeds willen doen. Of zeggen, ik wil iets voor de maatschappij doen. Nou, en heel vaak is het dan toch door even vluchtig iets te organiseren, waardoor je in ieder geval kunt zetten in je jaarverslag, ik heb iets gedaan op diversiteit of op inclusie. Maar daar gaan we het niet meer redden. En ik denk ook dat je voelt in de hele samenleving dat we die roep om dingen anders te doen, ik voel dat in ieder geval heel sterk ook op de thema's waar we op werken, dat er dingen moeten veranderen. En ik denk dat dit een van de manieren is waarop dat kan, waarop we er invulling aan kunnen geven. En er zijn misschien nog wel 3 manieren. En ik voel ook, we zijn nu bijna 2 jaar bezig, dat het echt wel pionier is. Het is echt, echt niet makkelijk. Mensen komen toch, kom je nou weer iets nieuws brengen? We hebben net duurzaamheid gehad en we zijn net klaar met, niet klaar. We zijn nu eindelijk op weg met diversiteit. En dan komt er weer iets nieuws. Wat zeg je dan? Nou, dat het dus niet iets nieuws is. Het is alleen een andere manier om het te organiseren. Het is gewoon een manier om invulling te geven aan alles wat je toch al doet. Ja. Aan leiderschap, aan diversiteit en inclusie, aan duurzaamheidsvraagstukken, aan hoe je omgaat met je mensen, hoe je omgaat met je leveranciers en je klanten. Het is gewoon een andere manier van doen. Ja. Ik ga even naar jouw buurvrouw. Herken jij dat? Een andere manier van doen? Was het ook wat jij voelde misschien ook wel toen je met dit onderwerp in aanraking kwam? Iets wat je erin herkende? Ja, zeker wel. En ik vind het ook een mooie vraag. En ik, weet je, kijk, ik denk ook wel, het lijkt zo'n een soort van modeterm, medemenselijk ondernemen. Maar het gaat veel verder dan dat. En ik geloof er echt in, omdat je met medemenselijk ondernemen echt luistert naar de ander en waarde wil creëren voor de ander. Ja. En als je dan kijkt, zeg maar, naar die duurzame transitie, het raakt ons allemaal. En we kunnen er allemaal een rol in vervullen. En ik denk dat je daarin juist het verschil kan maken als organisatie. Ja. Kun je een voorbeeld noemen waarin we dat beter zouden kunnen doen in die duurzame transitie? Misschien ook wel wat je al gedaan hebt bij Adbon? Ja, zeker. Daar kan ik zeker wat mooie voorbeelden van geven. Ja, wat we zien is bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit. Hebben wij een programma lopen. We hebben diverse vitaliteitsaanvoerders in onze organisatie. En die organiseren individuele en groepsactiviteiten. En dat rollen we dan uit in de organisatie voor alle medewerkers. Omdat we juist willen dat vitaliteit voor elke medewerker beschikbaar is. En daar kunnen medewerkers gebruik van maken door bijvoorbeeld een sportabonnement daarvan te betalen of een paar hardloopschoenen van te kopen of je tennisrackets of minder vitaliteitsgerelateerd, maar wel wat te maken heeft met je vitaliteit. Dus bijvoorbeeld een budgetcoach inzetten. Anderzijds bieden we onze medewerkers ook de mogelijkheid dat ze binnen 24 uur gebruik kunnen maken van een online psycholoog. Ja, dat kunnen voor kleine of grote uitdagingen zijn en privé of werkgerelateerd. Ja, en hoe kun je dat? Dat zijn hele mooie initiatieven, ook vanuit menselijkheid bedacht, denk ik. Maar heeft dat dan ook te maken met de manier waarop je naar die mensen bent gaan luisteren? Hè? Want het gaat natuurlijk over luisteren naar al je stakeholders. Is dat daaruit voortgekomen of hoe moet ik dat linkje zien? Ja, zeker. Dat is zeker daaruit voortgekomen. En wat je bijvoorbeeld ook ziet, ik denk een ander mooi voorbeeld is het thema verkeersveiligheid. Dat is iets waarvan wij zien van dat we vinden dat je als werkgever een zorgplicht hebt op het gebied van verkeersveiligheid. Uiteindelijk is veiligheid in een organisatie voor werkgevers belangrijk. En in die hoedanigheid zit je natuurlijk ook wel eens in de auto als medewerker.
En daarin hebben wij on- en offline trainingen bieden we aan. Ook voor onze klanten, maar ook voor onze eigen medewerkers. Mm-hmm. Dus daarin, daarin kijken we ook heel erg naar het belang van de ander. En hebben we bijvoorbeeld ook een samenwerking gezocht met Veilig Verkeer Nederland. En daaruit is ook weer een vrijwilligersproject ontstaan, waarin onze medewerkers verkeersveiligheidslessen geven op basisscholen voor kinderen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een quiz ontwikkeld, maar ook een boek waaruit voorgelezen kan worden door onze medewerkers. En zo bereiken we op jaarbasis vele jonge kinderen. Maar is het dus niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar trekken we hem door ook naar het belang van de klant om op die manier ook op het gebied van verkeersveiligheid te kunnen betekenen en impact te maken. Dat is ontwikkeld vanuit meerdere belangen die je gehoord hebt in je stakeholder onderzoek. En dan zeggen we, dat is een onderwerp waar wij voor willen gaan. Dat past bij ons bedrijf. Ja. En dan maken we iedereen tevreden mee. Ja, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er al zijn. Want ook wij zijn daarin groeiende en ben je continu bezig. En heb je continu ook inderdaad die stakeholders onderzoeken. Ja. Maar ik denk dat dit inderdaad wel mooie voorbeelden zijn. Hoe je rekening kunt houden met elkaars belangen. En goed luisteren en vooral luisteren naar de ander. Om medemenselijk te kunnen ondernemen. Ja. Wat ik me dan nog afvraag, hè, jij zei zelf ook al, Madelon, van bedrijven, zeker ook de luisteraars naar deze podcast, kan me voorstellen, zijn al met heel veel onderwerpen bezig. En jij noemde het MVO, maar dat heet overal anders. De een is met energie bezig en de andere met biodiversiteit, ik weet het niet. Hoe kun je dit nou zo praktisch maken dat een ondernemer toch denkt, maar dit is niet iets extra's, dit gaat over de manier waarop, maar je moet er toch wel wat tijd in steken. En je moet toch misschien of een boek lezen of je moet het snappen wat het precies is. En er zitten ook praktische dingen over de contracting bijvoorbeeld. Hoe kun je nou die bedrijven die dan hier naar luisteren denken, dit wil ik wel, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Hoe kun je die nou overtuigen? Die moet ik ten eerste denk ik teleurstellen. Want als je er geen tijd voor wilt maken, dan kun je er net zo goed niet aan beginnen. Want kijk, dat is natuurlijk wel de realiteit. Maar dat geldt voor alle vraagstukken waar je toe moet verhouden. Je moet er wel tijd in stoppen om het op een bepaalde manier in je organisatie te verankeren. Dat was ook zo toen we begonnen met diversiteitsbeleid en met inclusiviteitsvraagstukken, was dat ook zo. Ja. Dus als je dat niet kunt doen, doe het dan maar niet. Want je kunt het half doen, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Tegelijkertijd is elke stap is er één. Dus je kunt je bij alles wat je vanaf nu aan beleid en aan processen optimaliseert of misschien inregelt, je afvragen. Niet what's in it for me, maar what am I doing for others. Dat als een soort stelregel gaan hanteren. Ja. In gesprek gaan met al je stakeholders, inclusief de buurt waarin je kantoor staat, om te vragen, wat kan ik voor jou doen? Mm-hmm. Hoe kan ik jou helpen? En daar echt naar luisteren en kijken, zitten daar dingen in die we met onze organisatie misschien best heel makkelijk zouden kunnen doen? En stapje voor stapje daar invulling aan geven. Ja, je kunt eigenlijk dus ook heel klein beginnen. Zeker, want je kunt het zo groot maken als je zelf wil en dat horen wij ook wel veel terug. Organisaties of mensen zijn dan bij een masterclass geweest. Dat is een soort training van een dagdeel waarin je door de beginselen wordt meegenomen en in een aantal praktijkvoorbeelden en les krijgt in hoe je dat zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar dan nog steeds is het is gewoon een heel groot thema, omdat je het op allerlei aspecten van je bedrijfsvoering kunt toepassen. Yeah. Dus daardoor wordt het ook breed en daardoor soms misschien zelfs een beetje vaag. Dus ik wil ook echt tegen organisaties zeggen, begin gewoon met een paar kleine stappen. Yeah. Luister naar de goede voorbeelden. We hebben ook op de website medemenselijkondernemen.nl een aantal good practices uitgewerkt van organisaties die dat op een vlak al heel goed doen. En die ook op andere vlakken daar nog in aan het ontwikkelen zijn. Eigenlijk precies Marjolein wat jij ook zegt. Ja. Jullie zijn natuurlijk ook nog volop op andere vlakken dat ook aan het doen. En vergeet ook niet om te kijken wat het je brengt. Ik denk dat uiteindelijk je gaat zien dat het de investering wel waard is. Ja. Maar dat is niet van vandaag op morgen. Nee, zeker niet. En wat is er nodig, denk je, om te beginnen met die paar kleine stappen? Kijk, Marjolein heeft al een rol in een groter bedrijf waarin ze draagvlak heeft om hiermee aan de slag te gaan. Is dat altijd een vereiste dan, denk jij? Of kan het ook bij kleinere MKB'ers bijvoorbeeld? Ik denk dat het overal kan. En sterker nog, er komt wetgeving aan, zie je zo die wetgeving waar echt iedereen iets mee moet. Of je er nou zin in hebt, of dat je er geen zin in hebt en ervan baalt. Je moet er iets mee. Dus het lijkt me een uitstekend moment om dan deze theorie daar ook voor te gebruiken. En te kijken, kan ik dat dan daarin kwijt? Want ik denk, als je op een medemenselijke manier zaken doet, kun je niet anders dan ook inclusief zijn. En ook rekening houden met het milieu waarin je opereert. Dan ga je gewoon niet. Dat kan niet ten koste gaan van die stakeholders. Nee, precies. Nee.
Dan ga ik weer even naar je buurvrouw Marjolein. Jij gaf net al wat voorbeelden van een aantal activiteiten die Adlon al heeft doorgevoerd. Hè, die vanuit dit principe min of meer zijn opgebouwd. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook niet allemaal van de dag van de ene op de andere moment allemaal perfect ging. Kun je eens wat voorbeelden noemen van uitdagingen die je daarbij tegenkwam? Nee, zeker. Dat klopt absoluut. En ik denk ook wat Madelon zegt, van het gaat er heel erg om hoe en... verplaats je in je stakeholder en wat zijn ook de niet-financiële belangen van je stakeholder. En ook wij hebben daar inderdaad uitdagingen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, zoals ik al eerder vertelde, wij hebben onze collega's, onze medewerkers kunnen gebruik maken van vrijwilligersuren op jaarbasis en 2 dagen in het jaar. En dat is voor al onze medewerkers. Ik denk op een gegeven moment kwam ook de vraag van, ja, mogen de uitzendkrachten ook vrijwilligerswerk verrichten? Ja, daar zit ook een kostenaspect aan. En dat geeft natuurlijk ook uitdagingen. En wat je dan ziet, ja, als je dan echt met elkaar in gesprek gaat en ook met de stakeholder en het belang daarachter en met elkaar het inzichtelijk brengt, kom je daar uiteindelijk uit. En ik denk wat vooral daarin heeft geholpen, is dat we met elkaar zijn gaan brainstormen en met elkaar de dialoog daarover zijn aangegaan. En dan kom je denk ik toch wel weer terug, vind ik, op dat medemenselijk ondernemen. Dat je dat het gericht is op welzijn en bloei van die ander. Dus dat je juist in gesprek gaat met wat is het belang van de ander daarachter. Ja, en uiteindelijk hebben we daar hier wel dit issue kunnen oplossen. En is het echt voor iedereen. Hè? Dus in het kader van inclusiviteit dat iedereen dat vrijwilligerswerk kan verrichten. Ook omdat we zien wat het de organisatie oplevert. Ja, precies. Maar dat is wel een leerproces geweest natuurlijk. En, absoluut. Ja, want het verdiepen in de ander, het luisteren naar de ander. Ik ga misschien nu een gekke vraag stellen die we ook misschien niet hebben voorbereid. Maar hebben jullie het idee dat in het bedrijfsleven dat dan over het algemeen te weinig doen? En hoe komt dat dan? Ja, ik denk persoonlijk van wel. Ja. En ik betrap me er zelf ook wel eens op. Kijk, je hebt zo vaak dat je in gesprekken zit met... collega's, of met klanten, of met leveranciers, of met je omgeving. En dat je van tevoren al in je hoofd hebt, oh, maar ik wil dit en dit bereiken, en ik wil dit per se kunnen vertellen in mijn gesprek. Terwijl je eigenlijk vanuit de medemenselijke gedachte ga je zitten en ga je eerst oprecht luisteren naar de ander en vraag is denk ik het allerbelangrijkste dat je vraagt van hoe kan ik waarde voor jou creëren? Mm-hmm. En dat is iets wat je... Ik denk echt wel dat het een soort van skill zou moeten zijn, die echt van belang is om impact te kunnen creëren en om te kunnen veranderen als organisatie, maar ook als mens. Ja, dus het heeft ook met een soort onderhandelen te maken, een soort van ik kom met een bepaald belang een gesprek in en ik ga er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen met de mensen die in die ruimte zitten. Ja, maar dan hou je misschien te veel rekening met je eigen belangen. Ja. En niet met de belangen van een ander. En is het vaak ook zijn het financiële belangen. En die zijn natuurlijk belangrijk. Hè? Ik bedoel, ik wil absoluut niet zeggen dat het niet belangrijk is. Want uiteindelijk heb je ook een bedrijf die je gezond moet houden. Mm-hmm. Maar ik geloof er zeker in dat als je juist het belang van een ander wel neemt en er oprecht naar vraagt en luistert voordat je van tevoren voor jezelf al een antwoord bedacht hebt in je hoofd. Dat je veel verder gaat komen. Ja, dus wat Madelon op begin ook al zei. Dus het betekent niet, ik ga luisteren naar iedereen. En de oplossing is een soort middenweg tussen al deze belangen. Want dat lijkt me ook niet realistisch. Ik zie Madelon nee schudden, dus ik denk dat ik gelijk heb. Nee, het gaat dus niet om de ander gelijk geven. Maar het gaat wel om iedereen horen. En dan dat afwegen. En dan kijken, oké, welke kant moet het op? Ja, en dat dus mag ook heus wel eens een economisch belang zijn. Want laten we eerlijk zijn, we moeten allemaal gewoon onze rekeningen betalen. En zo werkt het natuurlijk in het bedrijfsleven ook. Ja. Maar ik denk wel dat we kunnen vaststellen met elkaar dat economische belangen veel te lang voorop hebben gestaan. Ja. En dat er veel meer belangen zijn. Je ziet niet voor niks alles wat er gebeurt ook aan problematiek en burn-out. En het moet allemaal groeien. Ja. Maar dat gaat wel ten koste van andere dingen. En die waarden mogen we best wel weer wat meer naar voren halen. En om nog even op jou te reageren, Marjolein, dat luisteren, dat zeggen we nu zo even. Hè? Maar dat is een van de allermoeilijkste dingen die er is. Ja, dat vroeg ik me dus ook af, ja. Ja, want we merken, in de masterclass zit een luisteroefening. Doen we eigenlijk aan het begin, moet je in tweetallen, krijg je een paar vragen waarin je echt moet luisteren naar de ander. Dus die mag erover vertellen. Die krijgt gewoon een minuut de tijd om te zenden.
En degene die tegenover die ander zit, die mag daar niet op reageren. Maar ook dus niet in mimiek, niet knikken, niet bewegen, niks. Gewoon niet reageren. Nou, mensen zeggen daarna, ik wist niet eigenlijk hoeveel ik toch mee zit te bewegen als ik naar iemand aan het luisteren ben. Of toch dat zit te bevestigen of juist moeilijk ga kijken omdat ik het niet snap. Mm-hmm. En wat een heel mooi inzicht was een CEO die ook die oefening deed en die daarna zei, jeetje, ik realiseer me nu pas hoe weinig ik echt luister naar mijn mensen. Dat ga ik echt vanaf morgen anders doen. Dus zelfs hoe klein het misschien ook voelt, dat alleen al zou echt pure winst zijn als we inderdaad, wat jij zegt, als we dat als skill ontwikkelen en daar echt op oefenen om te zorgen dat dat ook echt lukt. Ja, en daar nog aan toe te voegen, ik denk als je dat realiseert, dat het je ook echt heel veel succes gaat brengen. Daar ben ik van overtuigd. Wij hebben ook die masterclass gehad binnen onze organisatie. En ook die luisteroefening waar Madelon aan refereert. En het was best wel awkward of best wel gek. Want het voelt heel onbeleefd dat je naar iemand luistert en je mag er niet op reageren. Mm-hmm. Maar wat we nadien wel merkten en ook terugkregen van iedereen, van ieder die het masterclass had gevolgd. Ieder was zo enthousiast en positief van, oh, dit heeft me zo weer even teruggebracht naar de kern van luisteren. En daar zaten verschillende collega's tussen, vanuit sales, vanuit procurement. En echt ieder had zoiets van, dat voelt bijna als een soort van leiderschapsskill training die je krijgt. En die neem ik weer mee morgen in het eerstvolgende gesprek wat ik ga hebben. Ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van hoe je dan toch iets weinig grijpbaars als medemenselijk ondernemer heel klein kan maken. En dus ook, ja, in één keer voel je hem, laat me zeggen. Ja, ik zie jullie ook allebei. Jullie zijn allebei bijgebleven. Dus dat geeft aan dat het iets is waar blijkbaar iets in zit. Ja. Jullie noemden al de masterclass. Ga ik even door, want er is ook een community of practice. Mede georganiseerd door MVU Nederland, maar ook door Firma Twist. Marjolein, jij bent daar fanatiek deelnemster. Madelon, jij hebt het mede opgezet. Misschien goed voor de luisteraar even kort te vertellen. Wat doen jullie precies? Deze luisteroefening komt er waarschijnlijk ook in voor, maar ik neem aan dat het nog veel meer is. Ja, nee, dat klopt. Dus we hebben het project heet De Weg van Medemenselijk Ondernemen. Dat is inderdaad een project waar wij ook bij betrokken zijn vanuit Firma Twist. En dat doen we samen met Goldsmith Foundation en met MVO Nederland. Ja. En de Community of Practice, daarin gaan we met 20 organisaties. Eigenlijk een soort snelkookpan van een aantal sessies aan de slag met de theoretische kant van medemenselijk ondernemen, maar vooral ook de praktische kant. Dus echt uitwisselen, waar loop je tegenaan, welke dingen ervaar jij, daarvan elkaar leren. Mm-hmm. Juist om het voor iedereen wat concreter en toegepaster te maken. Dus dat is de insteek van de Community of Practice. Maar Marjolein zit erin, dus ja, die precies. Kan het nog veel beter vertellen. Dat was een mooi bruggetje. Dus jij hebt uitgelegd wat het concept is. Er is op dit moment van deze opname nog één sessie te gaan. Kun je alvast wat vertellen aan die luisteraar? Wat heeft het met je gedaan? Wat heb je er geleerd? Wat heb je erop gestoken? Wat is jouw takeaway daar? Zeker. Ik denk dat het een combinatie van is. Het is enerzijds dat je naar 4 dagen van de Community of Practice medemenselijk ondernemen gaat. En dat je dat elke keer doet met een collega vanuit een andere business unit of afdeling. Dat is al enorm waardevol. Dus de eerste dag is er een collega, is onze HR-manager meegegaan. De tweede dag is er een collega van procurement meegeweest, dus van onze inkoopafdeling. En de derde dag is er iemand meegegaan vanuit het CSRD-stuk. Dus echt iemand die gericht is op het reporting-stuk, want dat ging over de social pillar. In combinatie met een masterclass die we hebben aangeboden gekregen, ook vanuit de Goldsmeding Foundation en de firma Twist, om bij ons binnen in de organisatie te organiseren. Ja. Heeft dat echt wel een toegevoegde waarde geleverd. Wat vooral helpt is de ideeën, de voorbeelden die je krijgt van de andere bedrijven die ook in de Community of Practice zitten. En ik denk uiteindelijk elke dag heeft een bepaald topic of onderwerp, zoals bijvoorbeeld het conscious contracting, is een heel mooi voorbeeld waarin je juist op een andere manier kan kijken naar een arbeidsovereenkomst van een medewerker. En daar veel meer medemenselijkheid in kan krijgen. Mm-hmm. En nu zie ik je denken van, ja, wat bedoel je dan precies? Ik vind het nog een beetje vaag. Nee, dat zou je kunnen. Ik probeerde juist zo min mogelijk emotie te tonen. Ik probeerde echt te luisteren naar je. Conscious contracting. Ja, die hoor ik vaker voorbij komen. Waarschijnlijk ook omdat het een heel praktisch voorbeeld is van medemenselijk ondernemen.
Ja, vind ik wel. Het is binnen Athlon gaan we juist door dat conscious contracting zijn we daar op een andere manier gaan kijken. En is het zeker een topic waar we komend jaar mee aan de slag willen gaan. Ja. Maar wat je vooral gaat doen is hoe is zo'n arbeidscontract opgesteld? Vaak is het wordt gezien als een zakelijke overeenkomst. Het is ook een zakelijke overeenkomst. Maar je kan er best wel iets meer menselijkheid in brengen. Alleen al in de tone of voice. Dat je met elkaar een overeenkomst aangaat. En we zijn uiteindelijk is het een mens die je binnenhaalt, maar die wil je ook behouden binnen je organisatie. En daarin is ook gezegd van goh, je zou ook kunnen kijken naar het conscious contracting. Dat je misschien een soort van contract met elkaar aangaat als je uit dienst gaat. Dat je daarin opneemt, je mag altijd weer bij ons terugkomen. En dat dan zelfs. Interessante gedachte, ja. Ja, maar dan is het voor iemand die uit dienst gaat en wellicht misschien spijt heeft van zijn stap. De drempel veel lager om weer terug te komen en hem aan de deur te kloppen. Mag ik weer terugkomen? Ja. Zou je kunnen zeggen dat conscious contracting veel meer gaat over contracten op basis van vertrouwen en minder van wantrouwen? Of zo? Ja, spot on. Ja, zeker. Oh, oké. Okay. Ja, ik helemaal. Ik ben ook wel eens met contracten bezig en dan denk ik altijd, je moeten we dat dan allemaal vastleggen? Ik denk dat we langzaam naar de afronding van deze aflevering over medemenselijk ondernemen gaan. En ik sluit eigenlijk altijd af met, laten we het praktisch en klein maken. Madelon zei het eigenlijk ook al. Kunnen we het in deze aflevering ook praktisch en klein maken? Dus ik wil eigenlijk afsluiten met om jullie allebei een tip te geven aan de luisteraar. Van, die luistert hier naar, wat kan die nou morgen op zijn of haar werk gaan doen? Madelon, ik begin bij jou. Ik zou zeggen inderdaad, begin dus klein. Dus misschien kun je eens beginnen met proberen echt te luisteren naar degene die tegenover je zit. En dan bedoel ik echt luisteren. Dat is misschien het allermakkelijkste wat je echt morgen kunt doen. Mm-hmm. En als je denkt, ik wil hier gewoon meer over weten, dan kan je op de website allerlei informatie en inspiratie opdoen. Kan je verhalen lezen van anderen die al begonnen zijn of die al stapjes aan het zetten zijn. Nog even de website misschien. medemenselijkondernemen.nl. Heel goed. Daar vind je ook achtergrondinformatie, alle onderzoeken. Je kunt het boek Anders Groeien natuurlijk bestellen, waarin allemaal uitgelegd staat hoe het precies werkt. Dus misschien helpt het om je iets meer te verdiepen. En dan te beginnen met het luisteren. En dan een eerste stapje te zetten. Dat zou heel mooi zijn. Ja, gaan we allemaal doen. Na het luisteren naar deze podcast gaan we ook luisteren naar de mensen aan de andere kant van de tafel. Marjolein? Ja. Wat zou jouw tip zijn? Heel simpel. De gedachte van medemenselijk ondernemen is schep ruimte voor de ander. En mijn eerste tip is, doe geen aannames, luister oprecht. En als je die tip 1 verwerkt, dan heb je nu mijn tip 2. En daar gaat het erom van, hoe kan ik waarde creëren voor de ander? Probeer die vraag te stellen zo vaak mogelijk in je gesprekken die je hebt. Ja, beter luisteren. Überhaupt luisteren. Ja. Echt luisteren. Ik ga het zelf ook proberen. En voor nu wil ik jullie danken voor dit fijne gesprek en jullie enthousiaste bijdrage. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 1... van deze podcast special over medemenselijk ondernemen. Volg MVU Nederland op Spotify en beluister ook aflevering 2 met als gasten Veerle Oostendorp en Wouter Schepens. Medemenselijk ondernemen is mede mogelijk gemaakt door de Goldsmeding Foundation.